Afgelopen week werd Paul van Westerop compleet verrast door twee verleidelijke dames van bierbrouwer Amstel. Van Westerop is de nieuwe Amstelovic en wint een Europese seizoenskaart voor de voetbalklassiekers. Ik ga je vertellen dat je de nieuwe Amstelovic bent geworden. Geweldig. Deze super. Jeetje, ik sta helemaal te shaken. Wat dacht je toen je die dop had gevonden onder het flesje? Ja, dat zal toch niet? Ja. Nou ja, meteen dop eruit gehaald. Mijn zoon achter de computer vandaag is gebeurd. Meteen ingevoerd. Inderdaad. En dan afwachten. Dankjewel. Wanneer ga je het horen? Per Cadillac vertrokken de winnaar en zijn vier vrienden naar Schiphol. Alwaar de Amstel Babes hen stijlvol begeleiden naar de privéjet. Hiermee vlogen de voetbalfans omringd door luxe naar Glasgow. Je eerste uurtje als Amstelovic, hoe bevalt het? Lekker wakker worden. Dat kan eigenlijk niet beter, denk ik zo. Twee babes opgehaald worden met de luxe auto's. Helemaal fantastisch. Wat verwacht je van vanmiddag? Nou, dat zal een heel mooi groot feest worden in het stadion, denk ik. In Engeland aangekomen stond Amstelovic en zijn vrienden de Europese klassieker Glasgow Rangers tegen Celtic te wachten. Paul, laatste dag, hoe is het bevallen? Super. Echt een super weekend. Van de ene verbazing in de andere, zeg maar. En dan ga je roebels in de Rangers steken? Nou, daar heb ik niet zo echt vertrouwen in, nou ik de wedstrijd gezien heb gisteren. Je kijkt nog even verder dit seizoen? Ik denk het maar wel, ja. Wat was het mooiste dit weekend? Gewoon de hele belevenis in het stadion. Dat zo fanatiek als die schot een club aanmoedigen. Dat heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Als afsluiting van deze ultieme prijs kregen de vrienden een rondleiding in het Ibrox Stadion van de Glasgow Rangers. Daarna vertrokken zij, een geweldige ervaring rijker, naar huis. Op naar de volgende Europese klassieker.